Klik, klik, klik. Ja? Ja, deze stukjes. Die stukjes. Nee, gewoon het proces. Het is helemaal fout gegaan. Je hebt echt wat meer lagen dan. Maar daarom is die wel zo geworden, dat is wel leuk. Dan stond hij op zijn kop, dan zat hij weer rechtop. Dan stond hij op zijn kop, dan moest hij weer rechtop. Zo, hij staat dus nu zonder arm met vuist. Hij staat nu andersom. De arm is nou eigenlijk alleen die rode streep die je nou ziet. Dan kun je nog een beetje zien hoe die lijn van die arm was. Dus bijna in het midden. Het is echt een soort van. Deze toch heel zo. Dus ik kan gewoon even extra lijnen zetten, zo een paar. Het geluk is gewoon met een laagje. Dus nog een paar dagen is drogen. En wordt dit een onderdeel van een groter geheel of zo? Dit wordt gewoon een serie van 6, waarin ik gewoon grote stappen heb gezet. Of geprobeerd grote stappen te zetten. Dus straks ga je ze gewoon neerzetten van 1 tot 6. En dan kan je er gewoon langs lopen. En als je dan een beetje je best doet, dan zie je ontwikkeling. Bijna een bewuste ontwikkeling. Nou, kijk, deze is nou eigenlijk nummer 2. Maar ook nummer 5 geworden. Dat is zo lang is meegegaan. Precies, die met je vuist, dat je dan, ja. Die bleef maar liggen, ging weer staan, ging maar liggen. Dus op zo'n manier is het al van 1 tot en met 6. Maar die is wel een tijdje meegegaan. Dit is nog geen beeld, dus het is de onderste laag. En hoe gaat het dan? Gaat het verder? Kijk, wacht. Nee, maar dit is de onderste laag. Want je komt hier nog een ding bovenop, hier de naam staat. En er zit al een videotape omheen. Ja. En uiteindelijk wordt deze ook helemaal ingepakt met videotape. Oké, dus dit is dat, komt er nog omheen? Want ik dacht dat daarachter dat ook gewoon al een beeld was. Dat was eerst ook een beeld. En dat is nou het soort hoofdgedeelte van een ander beeld geworden. Met de twee zijn ze weer een nieuw beeld. Dus het wordt een soort grote figuur. Grote, enge
videotape. Is een beetje cult, ja, toch? Een beetje een Surinaamse afgoderij. Voodoo. Maar het is wel leuk. Je hebt een heel lief gezicht zit erin van een soort van. Dus je weet... Een soort van vrouwengezicht zit erin. Maar het zit aan één kant, dus daarvoor krijg je wel een soort figuur. Maar als je eromheen loopt, dan heb je meer een soort van. Een beetje griezelig. En hier zie je de mond zitten zo. Een hele grote. Hoe noem je dat? Een hele grote kin. Die zit precies de mond zitten zo. Dat zijn de aanwijzingen voor. Maar kijk, deze heeft een soort kroontje. Tooi. Wauw, ja, dat is het. Ze kunnen allemaal bewegen. Als je er voorbij loopt, kunnen ze allemaal zwaar. Dat heb ik allemaal op school geleerd. Oké, wacht even. Op de Rotterdamse Kunstacademie. Hè? Nee. Het is heel simpel. Je bent gewoon met een soort ding bezig. En dat is helemaal het ding. En dan ben je mee bezig. En een tijdje zoek je gewoon een soort tegenuitdaging. Iets wat alles onderuit haalt waarmee je bezig bent. Iets wat gewoon helemaal. En bijvoorbeeld, toen was ik bezig met die dradenbeelden. Dus dan is het echt heel netjes en heel strak. En yeah. Als contrast wou ik een soort van vrij. En toen ben ik met het hout gaan werken. En als je daar gewoon. Of in ieder geval, daar kan ik gewoon nog vrij mee werken. Ter plekke, ter plaatse. Elke seconde, elke minuut kan ik met dat materiaal iets maken. Weet je wel. Meer improviserend, zeg maar, werken dan. Ja, gewoon vrij. Je bent gewoon vrij om. Een stukje zout aan elkaar te plakken en te laten groeien. Ik bedoel, je bent toch wel op zoek naar die nieuwe vorm of zo, weet je wel. Maar in dit soort dingen kan je dat gewoon veel vrij. Hij kan omvallen, weet je kan hem kapot trappen, je kan hem weer in elkaar zetten. Dus hij is gewoon vrij en ruw en uiteindelijk straalt hij dat ook uit, weet je wel. Dus dat is een soort contrast. En uiteindelijk, dan krijg je weer, wordt dit ook weer niet helemaal wat je alleen kan doen. En dan moet er nog wat bij, op zo'n manier blijven de dingen ontstaan eigenlijk. Maar ook de beperking, weet je, dit heeft een beperking die je niet met verf hebt bijvoorbeeld. Dus elke uiting heeft zijn beperking en zijn vrijheid. Waardoor hij opeens heel tof kan zijn en na een tijdje weer een beetje saai. Je 2 maanden relaxed een presentatie neerzetten. Mm-hmm. Een aantal nieuwe beelden maken. En wat ik zeg, de nieuwe serie verfwerken worden hier geshowt. En dan krijg je aan de ene kant, of in ieder geval aan de ene kant krijg je die serie die heel serieus en bewust is gemaakt. En aan de andere kant krijg je de vrije experimentjes. En daartussenin komen wat grote beelden te staan van voornamelijk hout en videotape en piepscherm. En misschien maak ik van deze dingen nog een soort 3 hoofden. Een soort transformers die. Of misschien 3,5 of zo, volgens mij zoiets. Van die platen bedoel je, op de grond? Ja. Maar die komen misschien even aan de wand aan te hangen. Oké. Okay. Dit is eigenlijk, dit is pas de tweede, maar ik. In deze probeer ik gewoon meer mijn fantasie gewoon te laten zien. En dan daarin zit wel een beetje realiteit en een beetje figuratieviteit en wat speelsheid. Dus hierin mag het allemaal gebeuren, weet je wel. Want in die andere werken mag het niet gebeuren eigenlijk. Dus je hebt echt een specifieke
regels voor jezelf, zeg maar. Binnen die vrijheid van al die materialen heb je wel dat je zegt van oké, improviseren tot hier en met die verf. Misschien als we alleen over die verf hebben, dan. Ik ben nu al wat jaartjes ouder geworden. Nee, ik vind het gewoon leuk dat ik ongeveer 1,5 jaar geleden dat ik echt met die verf ben begonnen. Gewoon. Mm-hmm. Dus dat ik echt kan zeggen van ik ben op dat moment begonnen met de verf en ik kan nou zelf zeggen welke stappen ik ga zetten. En hoe ik me wil ontwikkelen daarin. Dus daardoor is heel dat verf gebeuren is voor een heel groot gedeelte heel bewust. En dat, dat contrast kan je waarschijnlijk ook gewoon zien als je alle werken bij elkaar ziet. Dat ik zeg van, je krijgt gewoon de vrije werken, je krijgt de bewuste serie en je krijgt de fantasie. De fantasie, deze, ja. Waarin, en daar in mijn fantasie zit heel veel space, weet je wel. Er zit heel veel ruimte en planeten en energie. En, dus dat is op zich wel... tot nu toe werkt dat gewoon, weet je wel. Dat, het is ook misschien omdat... ik weet niet of het echt anders is zo'n grote te maken, maar... misschien is dit onderwerp voor deze grootte wel het enige wat zo groot kan zijn of zo, weet je. Want daarin heb je gewoon iets meer eigenlijk controle. Het is eigenlijk heel makkelijk, je kan gewoon iets verzinnen wat je heel bizar vindt, dat kan je gewoon gaan maken. En dat kan ik in geen andere werk, kan ik dat natuurlijk. Gewoon iets verzinnen en zeggen, dat ga ik maken. Dus er zijn heel veel regels, maar ook gelukkig genoeg uitingsvormen om... niet opgesloten te zitten. Maar ja, dit was wel echt wel een hels karwei, maar minder hels dan wat ik zei van die andere, die nummer 2. Mm-hmm. Dat was echt de hel, dat was echt schilderen, laat ik het zo zeggen. Ik heb zoiets van, zodra ik aan het schilderen ben, dan is het eigenlijk niet goed. Want het moet helemaal geen schilderij worden, ik moet helemaal niet in dat schilderen gaan zitten, weet je. Dat moet gewoon... Ik ben gewoon weer bezig met een beeld te maken. Maar als ik helemaal in het schilderen zit, dan zie ik wel van wat je in de loop van de tijd zou kunnen gaan leren, weet je wel. Als je dat schilderen ook nog zou gaan toepassen hierin. En dan niet met een kwast, maar meer van ga die uitdaging aan van stap gewoon in die onzekerheid en in die hel van waar gaat het naartoe, weet je wel. Oh, moet je wachten, moet hij weer drogen, dan moet er weer een laagje overheen. Dus bijvoorbeeld die andere had heel veel roze in het midden. En dan kwam ik erachter van dat als ik dat zwart over dat roze heen deed, dat was echt perfect. Want dan kreeg je roze lijn in dat zwart en dan kreeg je een beetje dat je kon zien dat die iets ruwer werd. Want het was een soort tweede laag eigenlijk geworden. Het was niet één laag gewoon, weet je. Op zo'n manier kwam je dan wel in het schilderen en dan was echt, dan had ik helemaal geen zin in, ik wil hem gewoon afmaken. Ik maak hem, ik begin en ik maak hem af, afgelopen, volgende. Uh-huh. Weet je wel? En als je dan gaat schilderen, nee, als je gaat schilderen, dan kan je dat niet zo zeggen. Dan moet je gewoon wachten totdat hij zegt van, ga maar verder en weet je wel. Meestal zit ik gewoon op het spoor, ik weet gewoon welke weg ik af moet lopen. En als ik in dat schilderen terechtkom, dan weet ik echt niet waar het naartoe moet. En dan ga je wel langer zitten kijken en langer zitten denken. En uiteindelijk, het resultaat wat eruit is gekomen, daar ben ik echt wel tevreden over, weet je. Dus dat schilderen wat ik eigenlijk niet wil doen, als ik dat wel doe, is het ook gewoon goed. Maar het is wel een veel wredere uitdaging. Dus ik voel me nou nog lekker vrij dat ik gewoon mijn dingen kan doen en om al die schildervallen en trucen en valkuilen heen te stappen. Maar in een serie van 6 is het niet verkeerd om... ook 1 schilderij echt te hebben, waar je denkt van zo. Dus er is nog een hoop tijd en 1,5 jaar jong. Dus ik heb zoiets van, misschien kan dit gewoon iets zijn waar ik aan ben begonnen. Wat mensen ook zelf kunnen volgen als een soort proces, weet je wel. Van dan ben ik begonnen en ik probeer zo bewust mogelijk te werken in series en in fases. Dat je achteraf zou kunnen zeggen, nou, misschien over 1 jaar of 3, nou, dat je van kan zeggen,
dit is gewoon echt een ontwikkeling, weet je wel. Er is echt iets gebeurd van punt A tot Z of L, wat het ook is. En vooral als ik zo op die camera kijk. Ik bedoel, je weet, ik hou van games en zo, dus heel veel dingen kunnen bij elkaar komen. Dus dat vind ik wel ook het fijne van die grote. Dus misschien wordt die volgende wel nog gerichter zelfs, weet je wel, bijna. Dat ik echt gewoon een mannetje erin ga zetten of zo. Kijk, bij deze was ik eigenlijk in het midden een beetje, want bij mij was het eerst een soort van, gewoon een dak is het eigenlijk, hè, waar je overheen kan lopen. Maar toen kwam Wietse aan dat het over die flat, van ja, je krijgt die lucht in, en ik zoiets van... Oké. En toen had ik zoiets van, kijk, als ik aan een van die grijze emmen zou ik een soort figuurtje kunnen laten hangen, zo naar beneden, weet je wel. Dus echt perspectief, echt een soort van heel klein handje ziet in het begin, wat echt uiteindelijk zulke grote voeten of zo, weet je wel. Maar ik had zoiets van, nee, dat hoeft nog niet, hoeft nog niet. Dus er zou hier nog één vette laag overheen kunnen zelfs, weet je wel. Terwijl de rest van het werk, dat is misschien ook het verschil, hè, dat ik hierin een soort van wel drie lagen heb geprobeerd te maken. Dus eigenlijk ruimte. En ik in die andere werken doe ik dat gewoon niet, joh. Daar ben ik niet met diepte bezig. Naar de Herolds gaan heb ik altijd zo'n boekje, zo'n manga boekje mee tegenwoordig. Van die manga, Learning to Draw. Serieus? Ja, dat is €5 in de aanbieding, zijn hele serie. Dus op zo'n manier dan kan ik ook wel gebruik maken van de ervaring van anderen. Maar af en toe dan bijvoorbeeld je bladert er doorheen en dan laat ze even bijvoorbeeld zien van perspectieflijnen en zo, dat soort dingen. Nou, ik bedoel, als je dat even ziet zegt van zo, ja joh, kijk nou, dat is echt handig, weet je. Als je gewoon van tevoren kan zeggen, het loopt een beetje daar en daar en daarheen, weet je wel. Dat je al van tevoren dus een soort stappen kan zetten, ja dan. Dus uiteindelijk, misschien leer ik uiteindelijk wel gewoon tekenen, weet je wel. En dat zou helemaal niet verkeerd zijn als je naast hele vrije, platte verf dingen gewoon opeens een opa kan neerzetten of zo. Of een gezinnetje of zo. Weet je, in het bos of zo, bedoel ik. Dus langzaam. En vooral als ik het gewoon hou aan dit formaat, weet je wel. Nou, dan kan het wel wat worden. En het is ook gewoon rot. Het is ook rot van dingen. Bijvoorbeeld de bewuste serie, die kan ik echt zeggen, ja, daar ben ik gewoon helemaal tevreden over of zo, weet je wel. En over dit soort dingen kan je dat veel moeilijker zeggen. Want dit, weet je, dit is niet mooi of zo, weet je wel. Ik vind, het heeft niks met mooi te maken, weet je wel. Het gaat ook niet over lelijk of zo. Het gaat gewoon niet over mooi en lelijk. Het gaat gewoon over iets wat er aan het gebeuren is of zo. En dat kan je helemaal niet beoordelen of zo, weet je wel. Het gebeurt gewoon, klaar. Terwijl die andere dingen, daar kan je echt naar gaan kijken van zo, ja man. Dan kan je gewoon zeggen, ik vind het mooi. En dan kan je nog gelijk hebben ook of zo. Maar dit soort werk, dat is toch is moeilijker, omdat je zelf moeilijker erover kan oordelen. Maar ja, wat ik zeg, dan op zo'n manier komt de gesplitstheid helemaal tot zijn recht, weet je wel. Verschillende soorten uitingsvormen naast elkaar, die elkaar bevechten en bevrijden. Kijk, het enige wat hierin, wat ik echt mooi heb gedaan, dat zijn eigenlijk deze dingetjes. Dat ik die stokjes die zo omhoog staan, die heb ik echt van geel. Dan krijg je eentje met geel-oranje, dan krijg je oranje-rood. Rood een beetje paars, paars-blauw. Dat je een soort van kleurenlijn hebt, weet je. Dus dan heb je toch nog zoiets van, je hebt wel waardering voor een geschiedenis en zo, weet je. En voor dingen die we hebben geleerd op school. Na school, de academie. Is dat er nou een handtekening? Ja, dat was er eentje. Toen Arjan was langs geweest met een klas.
Als je eronder zit, daaronder zit er nog eentje. Daaronder, wacht, ja. Maar, ja, dus ik kwam in mijn atelier en ik ga zo kijken. Oh, en ik heb zoiets van, ik zie echt zo Brian S staan. Zoiets van, wat? Er staat bruin. Ja, maar ik had zoiets van, ik wist het helemaal niet, joh, die stijl van. Dus ik ben echt bijna Arjen, ben je in mijn atelier geweest met die gasten? Hey, ze hebben toch niets gedaan? En ik kijk nog een keer zo, weet je wel. Dus ik had nog niet gebeld. En ik zie van, het is geen Brian, het is gewoon Brian 2. Donkergroen 3, weet je. Maar dat is, ik heb van die hele vette stiften met heel veel, er zitten heel veel terpentine in. Dus ja, die vreten gewoon niet. Dus uiteindelijk had ik zoiets van, hey, wacht even. Dat is op zich best wel cool nog erbij, ja, weet je wel. Dan kan je hele verhalen eronder schrijven, weet je wel, tijdens het werk, tijdens die opbouw. Sommige dingen kunnen er doorheen komen, maar ja, nou weet ik het, dus nou kan ik er gebruik van maken. Van, zelfs met die tekenen van die lijnen en zo. En dat heb ik in principe, dat komt eigenlijk daarin terug, nou, weet je wel. Dat ik stift heb gebruikt die eigenlijk gaan werken op de verf die je eroverheen doet. En daar heeft hij gewoon zichzelf heel mooi uitgevreten. Maar hier wordt de lijn een soort van, wordt die vervaagd, zie je dat? Sommige lijnen gaan helemaal zo. Wacht, ik moet even inzoomen, want ik zie het niet. Kijk, bijvoorbeeld hier zo, zie je dat stukje? Het zijn allemaal rechte lijnen die eronder zitten, maar door die verf, als je de verf overheen doet, dan gaat hij weer reageren en dan gaat hij helemaal uitswapperen. Gaaf. Kijk, en dat is daar zo. Oh, wacht. Oh. Ja, wat, ja. Dat is daar ontstaan. Zo. Zie je dat? Als je dichterbij, oh ja, je kan ook dichterbij halen, maar ik ben er niet zo ver, hè. Dit is een beetje hier grens. Maar als je dan hier zo'n beetje in die hoek zet, zo. Kijk, hier zie je ook rode lijnen doorheen komen en blauwe lijnen. Dus dan kan je opeens zien dat die stift dus gewoon reageert op bepaalde soorten verf. Uh-huh. Dus dan krijg je toch weer opeens dat gelaagde en die diepte erin. Oké, ik dacht dat het lak was of zo bij die... Ja, dat is ook... Kijk, daar is het in principe hetzelfde bij. Het is gewoon lak met een klein beetje pigment erbij. En wat ik zei ook van die manga boekjes toch, dat ze uitlegden met die lijnen. Maar dit is nog een vrije. Hier ben ik gewoon, ik had iets van, ik ga een experimentje doen. Gewoon snel lijnen zetten, lijnen. Oké, nou een beetje daarin en... weet je, je wilt het gewoon snel doen, want het moet een experiment zijn. Dus je wilt niet te lang gaan nadenken over de stappen. Nou, uiteindelijk zwarte acryl eroverheen gedaan. Dus dan, maar ja, sommige dingen tegen de lijnen in en sommige juist met de lijnen mee. En uiteindelijk ontstond er toch wel een soort verdeling. Dat je zat van, oh wacht, nou, dat gaat toch wel ergens naartoe. Nou, toen nog een beetje wit erbij gedaan in plaats van alleen maar zwarte lijnen. Iets van oké, nou droge. En toen begonnen met die lak. Dus een klein beetje pigmenten doorheen. Kijken als die een beetje dekkend is. En toen kwam ik erachter dat al, die tafel staat nooit recht. En die kartonnen dingen zijn al heel oud. Dus er zat wel een beetje bobbeling in. En dan zie je best dat de verf naar één kant gaat aflopen zo. En dan loop je echt een baan. En je van shit man. En als je dan droog hebt, zie je van zo. Wreed, weet je wel. Dan ga je het gewoon gebruiken. Dan ga je gewoon stukjes hout eronder zetten. Ga je het manipuleren, zeg maar, ook nog. Ja. Dus dan ben je wel met een experiment begonnen, maar dan, wat je dan ziet, dan wil je dan toch controle, toch een beetje controleren. Dus elke truc, elk ding wat spontaan ontstaat, wordt misschien binnen 5 minuten omgezet in een regel, weet je wel. En dan, dan kijken hoe lang hij het overleeft. Dus er zit een hoop experiment in, maar uiteindelijk heb ik toch best wel weer de tijd genomen om dat toch wel op een bepaalde manier af te kunnen maken. Die oranje en die blauw uiteindelijk. Wat ga ik hem nou zeggen? Loopt je? Ja, spontaan. Nee, nee, grappig. Nee, ik zeg van... ik zei al, dit is pas de tweede, maar weet je fantaseert lekker verder door en zo. Maar ik wil dus gewoon een serie maken waar die gewoon gaat over Daffy Duck.
En de eerste was Abduction of Daffy Duck. Dus dat die Daffy Duck wordt ontvoerd. En dit wordt waarschijnlijk, dat is ook een Engels woord, een echte computerwoord. Allocating Daffy Duck. Of allocating specimen DD01 of zo, weet je wel. En allocating is een soort ding wat je computer doet als die voor jou je harde schijf een beetje weer op orde gaat maken. Maar ja, voor nog een klein beetje inhoud. In de eerste wordt hij ontvoerd. Nou is hij hier aangekomen. En dat allocating is eigenlijk een soort van, dat hij is gewoon aangekomen in een soort van straal of zo. Dus hij is niet meer een soort van mens. Dat is hem gewoon. Ja, en eigenlijk door die soort venstertjes zie je eigenlijk dat ze dus Daffy Duck, zijn genen of zo, zijn ze weer bij elkaar aan het zoeken. Weet je. Dus okay. Dit wordt een soort van moederkoek van Daffy Duck's genen die weer uiteindelijk tot Daffy Duck moeten leiden. Mega. En zij is net aangekomen en we zijn hem aan het. Ik vond gewoon dat ding van Star Trek, weet je, Beam Me Up Scott, die alleen een ander iets en meer tijd erover een proces is dit. Want ze hebben natuurlijk niet voor niks gehaald. En kijk, en dan heb je van die vlekken, dat zijn dan zo genaamd kling, kling, dat daar een soort van, ik wou eerst een soort van dingen erin zetten van 3 bar of weet je wel, 3 kersen. Dat het heel duidelijk was van, op dat moment, kling, 3 kersen, prijs, ja, 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 ja. We hebben een ding te pakken. Maar als je gewoon allemaal apart gaat kijken, dan zie je in sommige echt wel een tong of een mond of een, maar het is een soort van overkill aan stukjes Daffy Duck. Want hij is eigenlijk heel, heel zwart met een oranje snavel. Maar de verhouding tussen zwart en oranje is gewoon vrij. Dus op zo'n manier gaat er nog van alles met hem gebeuren.